Het verhaal van Sylvia Veld, die in 2016 haar eigen verkrachter opspoorde, is verfilmd. Op basis van het boek dat eerder dit jaar verscheen, heeft Paul Ruven er een docudrama over gemaakt. Ik vond het ongelooflijk toen ik het verhaal las. Ik kon het niet geloven, het was waarheid. En ik dacht, ja, dit moeten we verfilmen, dit moeten veel meer mensen zien. Ik schreeuw in de telefoon tegen Menno. Sint-Josefstraat, help, help, ik word aangevallen. En dan, uit het niets, is daar ineens een gigantische dreun. En gaat bij mij het licht uit. Actrice Willemien Slot speelt de rol van Sylvia. Willemien heeft haar ontmoet voor de film en tijdens de opnames kwam ze ook een dag op de set kijken. Toen zij er was voelde het ook wel motiverend dat ik dacht, ja, wij moeten dit echt goed gaan vertellen. Dit is echt een belangrijk verhaal. Zij bestaat, zij is echt en dit moet verteld worden. Het was voor Willemien zeker geen gemakkelijke rol om te spelen, omdat het verhaal waar gebeurd is. De scène die me aangreep, waar ik echt besefte dit heeft zij doorgemaakt, was onder andere de politiescène waar zij verhoord werd, nadat het die nacht gebeurd was. Je bent verkracht, je bent letterlijk gewurgd, dat zie je aan iemand en zij komt daar en ze wordt behandeld met achterdocht. Dat is gewoon... Nou, daar kan je met je hoofd niet bij. Ik heb gevochten. Heb geslagen. Ik heb hem van mij afgeduwd tot ik niet meer kon. Nou, Sylvia heeft ons alle vertrouwen gegeven. Dus we hebben het gedaan volgens het boek. Dat is haar verhaal. En toen we het haar lieten zien, was het blijkbaar zo confronterend dat ze gewoon sommige delen ook niet wilde zien, om dat niet te herbeleven. Het is ook heel confronterend, het is heel aangrijpend. Maar het is ook een hart onder de riem voor meisjes die dat gebeurd is, dat je je niet moet laten zitten bij zoiets, maar dat je actie moet ondernemen. De jacht op mijn verkrachter is vanavond te zien om 10:30 op NPO 3.